De stichting Never Forget Them organiseert ieder jaar een herdenking bij het monument dat speciaal is opgericht voor de 101ste Airborne Division. Deze divisie heeft vanaf begin oktober tot eind november in 1944 gevochten in de Betuwe. Afgelopen vrijdag werden opnieuw de gesneuvelde soldaten van deze divisie herdacht. Naast de herdenking verzorgen betrokken organisaties het zogenaamde herdenkingsweekend, The Island. Zo werd de Betuwe ook wel genoemd door de geallieerden. Tijdens dit evenement werd door middel van acteurs de leefomstandigheden en de gevechten van de soldaten nagebootst. Bezoekers kregen de mogelijkheid om tijdens de nagespeelde schijngevechten met eigen ogen te zien hoe de geallieerden vochten en met welke wapens zij dat deden. Nou, omdat hier in de Betuwe natuurlijk ook heel hard gevochten is. De Tweede Wereldoorlog is bekend van Arnhem, waar hard gevochten is, Nijmegen. Maar ja, hier is misschien nog wel harder gevochten in de oorlog. En deze soldaten die hier hebben gevochten, ja, die worden toch vaak vergeten. Ik wist er zelf ook niks van en het is zelfs moeilijk om die informatie te vinden. Zowat. Dus ja, daarom vind ik het belangrijk om dat nog steeds te herdenken, wat hier gebeurd is ook. Ook belangrijk om de schoolkinderen erbij te betrekken. Niet alleen om de soldaten te herdenken, maar ook dat ze leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat we met respect met elkaar om moeten blijven gaan om te voorkomen dat er niet weer een oorlog plaatsvindt. En ja, dat probeert ze toch zo een beetje mee te geven.